welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert's Blog. Tevens zijn we bij een nieuwe aflevering gekomen van Ik heb geen tijd, maar ik moet vreten. Met deze keer de lunch. Om kwaliteitsspieren op te bouwen heb je kwaliteitsvoedsel nodig. De tijd dat je Olympisch kampioen kon worden op een bruine boterham met kaas is helaas voorbij. En daarom ga ik jullie nu laten zien hoe je een prestatieverbeterende en spieropbouwende lunch kan maken die bovendien weinig tijd kost. Want, zoals je weet, ik heb geen tijd, maar je moet wel vreten. Wat hebben we nodig? De ingrediënten staan allemaal mooi mise en place. Ik heb alle ingrediënten biologisch gekocht. Waarom? Dat is voor een latere zorg. Komt volgende keer. Dit zijn de biologische eieren, hoogwaardige eiwitten, avocado's, alfalfa en tonijn. Dat zijn een beetje de basisingrediënten waar we vandaag mee gaan werken. Ik gebruik om te bakken altijd kokosolie, gemaakt van de kokosnoot. Nou, de kokosolie is een verzadigd vetzuur en zoals ik vorige keer al uitlegde bij de ontbijtshake, is het een verzadigd vetzuur dat goed voor je is. En een verzadigd vetzuur kan je tot hogere temperaturen verhitten. En daardoor is het beter om mee te bakken zonder dat de kwaliteit van het vet omlaag gaat. Daarnaast is het een hoogwaardige bron van laurinezuur. En laurinezuur is ook nog een zuur dat goed is voor de huid. Voor de dames, voor dat persig zachte huidje. De eieren kunnen de pan in. Eén ei bevat ongeveer 7 gram eiwitten. Voor deze lunch wil ik een gemiddeld persoon aanraden om toch wel rond de 40 gram eiwitten te gaan zitten. Daarom heb je ongeveer 5 eieren nodig. Plus nog wat extra. Dit laten we eventjes staan. Ondertussen kunnen we ons bezig gaan houden met de andere ingrediënten. De avocado wordt in het Nederlands ook wel de advocaatpeer genoemd. De avocado komt uit Mexico. En daar werd door alle oude Inca's in de Nahuatl-taal ook wel de aguacatl genoemd. En dat betekent zoveel als de teelbal. Een makkelijke, maar vooral ook leuke manier om de avocado te snijden is zo. Zo. Vervolgens, het leuke, keren we de avocado, hupsakee, uit zijn jasje. Dit doen we in ons bakje wat we mee gaan nemen naar ons werk of school. Prakken, 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 prakken. Zo. Vervolgens gebruiken we een blikje tonijn op waterbasis. Die laten we eventjes uitlekken. De tonijn is een bedreigde vissoort. Mocht je daar nou geen moeite mee hebben, zoals ik. Ik heb nog nooit een tonijn gezien. Ook niet in de dierentuin of in het aquarium. Dus. Maar als je het nou vervelend vindt om tonijn te eten, dan kan je ook wat huttekees er doorheen gooien. Of je kan het natuurlijk ook allebei doen. Ei erbij. Drie seconden. Dan hebben we de basis van onze spieropbouwende en prestatiebevorderende lunch. Wat kunnen we er verder nog mee doen om het een beetje op te leuken? Nou, ik heb daar een aantal oplossingen voor. Kijk even mee. Blauwe schimmelkaas. In blauwe schimmelkaas zitten probiotische culturen en goede bacteriën die de darmwerking stimuleren. Zwarte olijven, wederom rijk aan probiotische culturen. En om wat extra groentjes binnen te krijgen, gebruiken we alfalfa. Bij twijfel welk ingrediënt je moet gebruiken, gooi je er gewoon alles in. Hupsakee. We kunnen aan tafel. Ik moet toegeven, het ziet er niet heel appetijtelijk uit, maar het is daadwerkelijk echt heel lekker. En ik ga het nu lekker oppeuzelen. Heerlijk, met een stukje bruin volkorenbrood. En ik nodig jullie uit voor het diner volgende keer. Dag!